Sydney, even na 6:00 's ochtends. De bijna 80-jarige Anneke Lochtenberg uit Oldenzaal gaat op weg voor een van de spannendste zwemwedstrijden uit haar leven. Lochtenberg doet mee aan de 7e World Masters Games, een soort Olympische Spelen voor oudere sporters. De Oldenzaalse is zenuwachtig. Proberen te slapen, wel met een slaappil, want anders ging het gewoon niet. En als ik wakker was, ja, dan zat ik meteen in het water. En een goede start, goed opletten en zo. Dus ja, zenuwen. De World Masters Games zijn met 28.000 sporters uit bijna 100 landen ruim 2 keer zo groot als de echte Olympische Spelen. De sfeer is volgens Lochtenberg uniek. Zo'n geweldig gevoel om daar aan te mogen deel te nemen. En zeker op mijn leeftijd, en met, ja, ik bedoel, ben niet meer de jongste. En dan nog in staat te zijn om te reizen, om dit te doen, dat, ja, daar ben ik alleen maar heel dankbaar voor dat ik dat kan. Je moet gewoon sporten, ook als je ouder wordt. En je kunt, hè. Ik moet natuurlijk niet zeggen dat lang niet iedereen kan het. Maar als je kunt, moet je in beweging blijven. Want het is letterlijk wat het in het Hollands zegt, rust roest. He, dus als je gewoon je ledematen, hoe dan ook, gebruikt, al is het wandelen, fietsen, wat ook. En het leukste is het om in clubverband te doen, want dan moet je gaan. He. Tijdens de kleurrijke openingsceremonie ontmoet Anneke Lochtenberg een 99-jarige zwemvriendin uit Australië. En ook de Australische houdt niet van stilzitten. I believe that everyone is, we are all what we think. It all starts from up here. And if you think positively and think and eat healthy, eat in a healthy manner, well, why not live? Life is for living, not for just drooling about in four walls. No fun in that. Ik wil mijn best doen en om Twente goed te promoten en goed gewoon in Twente. Op dan naar het Olympische zwembad van Sydney. Anneke Lochtenberg, die vorig jaar een nieuwe heup heeft gekregen, zwemt deze dag onder meer de 200 meter schoolslag. En ze wil per se het Nederlands record Masters op deze afstand verbeteren. De Oldenzaalse heeft daarom een speciaal ontbijt op. Afschuwelijk, een macaroni met suiker en boter. Is dat nou het ideale eten voor een zwemwedstrijd? Ja, er zitten natuurlijk heel veel koolhydraten in en die heb je nodig om goed te presteren. En dat zeggen de anderen dan en ik... Ja, dan neem ik graag adviezen van anderen aan. Maar dit is wel de laatste keer dat ik dat voorlopig gegeten heb, dat weet ik wel. Om 8:00 's ochtends is het dan eindelijk zover. De start van de 200 meter schoolslag. De 79-jarige bouwt haar race zorgvuldig op. Niet te snel van start gaan, had ze zichzelf voorgehouden. En de tactiek werkt. Op het einde van de race heeft ze nog adem over. Als ze aantikt, is Lochtenberg 8 seconden sneller dan het oude Nederlandse record Masters in haar leeftijdsklasse. Oude taai, hè, Janneke? Maar goed, dat houdt in dat ik niet voor niks mijn ongeluk heb getraind op de schoolslag. Dat heb ik echt de afgelopen maanden heel hard op getraind. Niet veel opscheppen, hoor. Nee. Na het uithijgen volgen in het zwembad al snel de eerste felicitaties. Anneke, dat is een prachtmens om op die leeftijd zo te gaan zwemmen. En ik vond het heerlijk dat ik zag de oranje outfit. Ik denk, daar moet ik even mee praten. En terwijl in het zwembad de races voor de krasse ouder doorgaan, krijgt Anneke Lochtenberg een zilveren medaille uitgereikt. Het wordt eigenlijk al een beetje gewoon, hè. Ik zwem natuurlijk in Nederland, dan ben ik alleen en dan krijg je eigenlijk altijd goud zo gauw je in het water bent. Je hoeft maar over te komen. Maar hier heb ik voor moeten knokken. Dus dit heeft veel meer waarde. En daarom zwem ik zo graag in het buitenland, omdat je daar meer tegenstanders hebt. En dan ga je vanzelf harder. Nou, je hebt het gezien, Nederlands record. Ja.